super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag hier met Sarah. En we zijn niet thuis of whatever. Nee, we zijn in de stad. We gaan namelijk in de stad met een bepaald thema, als het ware kleding passen. Ja. Dit is de eerste keer dat ik dit ga doen. Ik heb geen idee of dit een serie wordt. Maar vereerd. Ja. Ik heb al vaker zeg maar outfit challenge video's gemaakt. Dus dit is een soort van outfit challenge. Maar ja, eigenlijk wel toch? Zien we wel wat er eigenlijk op ons pad komt. Leuk. Het thema van deze outfit is denim. Ik ben best wel weg van denim. Hoe zit het met jou? Ja, ik ook. Ik hou er heel erg van. Vooral die 90s look. Ik vind zelfs dubbel denim soms wel leuk. Ja, maar dus vind ik wel dat een beetje moet matchen. Ja, dat is wel waar. Maar ik heb geen idee wat de stad ons te bieden heeft. Dus we gaan gewoon even lekker de winkels in. En kijken wat voor denim items we tegenkomen. Ik ben benieuwd. Ik ook. Wij zijn nu in de Bershka en ik spot op zich al best wel veel denim items. We hebben ook een hoekje. Heel leuk gezien. Ik ben benieuwd. Ik heb echt een hoekje gespot met allemaal denim dingen. Dus daar ga ik sowieso heen. Nou, zullen we maar op zoek gaan naar onze denim outfit? Ja. Ik ben een beetje losgegaan. Ik heb een aantal denim dingen en een aantal basics die ik op of bij de outfit kan doen. Alles op een hoopje, maar dit is wat ik ga passen. Ik heb mijn allereerste denim outfit aan. Het was leuker in mijn gedachten. Al vind ik het de denim op denim idee wel heel erg leuk. Jasje is leuk, alleen de broek is een beetje te klein. Dus die zit een beetje krap hier bij mijn buik. Maar ik vind hem leuk. Misschien als ik een broek zou vinden die echt nog meer matcht met dit, dat die leuker zou zijn. Hij heeft ook hier van die gaten en daar ben ik nu niet meer echt fan van. Dus als dit echt een setje was, als dat hoorde, was het echt een ja voor mij. Maar ik sta hier echt met de vraag van, vind ik dit überhaupt wel leuk? Nou, hier is mijn eerste outfit. Ik heb uitgekozen voor de denim challenge. Ik heb dit off-shoulder truitje. Ik heb deze culotte jeans. Dat vind je een hele leuke trend voor de lente. En daarbij, want jullie zien ook al de tweede outfit hangen, maar die telt nog niet. Daar overheen heb ik dit jasje. Dat zou ik niet zo snel dragen zelf. Ik dacht misschien is het wel leuk hierbij, open. Dus gaan we even proberen. Nou jongens, zo staat het aan. Ik voel me helemaal niet mezelf. Sowieso vind ik het jasje wel erg leuk hoor. Ja, maar op een zwarte jeans of zo, een mom jeans en raar met dit truitje. Ik weet niet wat ik dacht. Er moet er nog wat bij. Ik vind namelijk normaal zulke culotte jeans wel mooi, maar deze vind ik echt heel oncharmant. Ik weet niet. Het is niet helemaal mijn ding. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Sabrina deze heeft gewonnen. Want ik zag net haar leuke. Ik denk dat jij hebt gewonnen, zei ik, met deze outfit. Want ik vind dat jasje echt heel tof staan. Maar zeg maar. Nee, als je een andere broek aan zou doen, dat het misschien leuker zou staan. Ik denk het wel, ja. Zo. Het is ook een iets te korte wel, hoor. Ja, hij is echt leuk. Hij is echt kort. Ik dacht dat hij tot hier was, dan was het misschien leuker. Het bovenste vind ik wel leuk, hoor. Ja, het heeft wel iets qua kleuren en dat cropped vind ik wel leuk bij de broek, maar ik ben veel van die jasje. Oké, gelukkig. Dit is dus echt zo'n outfit die je dan leuk aan doet voor een fotootje. Dan ziet het er stoer uit. Maar verder voel ik me er niet echt mezelf. Jammer. Het was een leuke poging. En zonder het jasje ziet het er zo uit. Zelfs uit. Vind ik het echt heel saai. Het is zonder. Ik vind het jasje echt goals. Maar dat vind ik ook echt bij jou passen, dat model. Nee, ik vind denim ook heel erg leuk staan. Ja, het staat echt leuk met dat snoertje zo erbij. Zou ook cool zijn met misschien juist een soort van flare jeans of zo. Nou, leuk om te proberen. Dit is een partijtje awkward. Ik voel me er dik in. Nee. Er was geen grotere maat van deze broek. Dus ik krijg hem echt amper dicht. Want dit is een 36 en ik heb een 38. Ze hadden wel nog 40, 42. Misschien dat ik die wel aankom, maar dan was hij wel te baggy. Ik moet mijn adem echt inhouden. Maar het idee van deze outfit vind ik heel erg leuk. Nee, ik heb geen denim top aan, maar wel de broek. Ja. Dat komt meer leuk. Ik ben even aan het vals spelen. Ik heb even de blouse aangetrokken voor outfit 2. Maar die staat wel leuk bij deze jeans. Ik vind dit wel een leuk outfit. Maar goed, deze blouse had ik eigenlijk bedacht met een witte jeans. Of eigenlijk crème kleurige jeans. Dus een beetje vals spelen, maar ook weer niet. Ik bedoel, het is wat anders. Het is denim.
En een camel jasje, om het ietsje netter te maken. De tweede outfit vind ik echt een stuk leuker. Ik heb nu een camel jasje aan en dus deze blouse. Vind ik wel heel mooi. Het is een beetje een warme kleur, staat wel grappig hierbij. En dan dus een crème kleurige mom jeans. Afgezien van dat deze wel echt heel groot is. Daar moeten we even doorheen kijken. Vind ik het wel leuk. Ook met mijn sneakers en dan het colbertje een beetje opgekropt bij de armen. Ja, ik vind het wel leuk. Ik ga een beetje vals spelen. Ik zie hier een hele outfit klaar hangen. Ik ben benieuwd hoe die outfit mij staat. We zijn nu in de kostes en ik heb mijn volgende outfit uitgekozen. Ik heb als eerste dit superleuke denim flowy topje. En dat wilde ik dan met deze beige flare broek combineren. En als detail heb ik nog een leuk badge. Geen idee of het er leuk bij is. Dus die gaan we in ieder geval eerst even passen. En dan heb ik zo nog twee looks. Nou, zo ziet het eraan uit. En ik weet niet, ik had het in mijn hoofd toch wat leuker voorgesteld. Ik vind deze broek niet heel flatterend bij mij. Sowieso een beetje een fletse kleur. En hij schijnt ook door, dus let daar vooral niet op. Dit topje vind ik nog steeds wel leuk. En qua model vind ik het dus wel leuk op de broek staan. Maar verder vind ik het gewoon een beetje saai en flats als geheel. Dus stel deze broek was gewoon een wat andere kleur of stof, dan was het denk ik leuker geweest. Grappig genoeg vind ik dit patch er dus best wel leuk bij. Het is natuurlijk wel echt een beetje een oldschool patchje, maar dat maakt het dan in ieder geval iets meer funky of zo. Ja, ik vind dit wel gelijk wat grappiger en wat minder boring. Dus die vind ik er eigenlijk dan wel best wel leuk bij. Had ik niet helemaal verwacht, maar leuke laatste toevoeging geweest. Ik vind het echt leuk hoor. Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Ja, ik vind van mezelf dat ik meer broncos slash jurk moet dragen. Want het zit ook zo comfortabel. Dan denk je, dan kies ik gelijk zo'n spannende met mijn vriend. Ik ga vandaag helemaal out of my comfort zone. Ik vond dit leuker, zeg maar, toen ik het zag hangen. Maar ik vind het niet verkeerd. Ik vind het met dat denim iets minder. Als dit een cropped jasje was, dan was het misschien iets leuker geweest. Maar de combinatie van geel en dit rokje vind ik wel grappig. Nu ik dit bij mezelf zo zie, denk ik van hey, misschien moet ik wel meer gaan experimenteren met rokjes, jurkjes, zwierige dingen. Helemaal voor in de zomer. Heerlijk. Voor de tweede look heb ik dit spijkerrokje waarvan ik hoop dat ik hem pas. Het is een S. Ik weet eigenlijk niet of het gaat lukken. En dan zo'n cool shirt met een beetje zo'n verwassen effect. Dit lijkt me wel stoer. Ja, deze vind ik dus wel heel erg leuk. Dit is gewoon een wat stoerder lookje. En ik vind deze rok verrassend lekker zitten. Hij sluit ook mooi aan. Het is een beetje stretchy of zo. Dus dat is wel nice. Goede lengte. Maar ja, ik vind dit wel leuk. Ook bijvoorbeeld met een leren jasje. In Sarah's haar video had ik ook een overslagjurkje aan. Dus ik dacht, laat ik er een eindje passen. Alleen ik ben niet helemaal weg van het knoopje hier. Het zit een beetje gek. Dus als dit nou zo was, vond ik hem vele malen leuker. Een beetje inkijk, lekker sexy. Maar ja, je gaat hem ook niet zo dragen, want je hebt hier hele lelijke knoopjes zitten. Maar ik vind deze wel heel erg leuk. Misschien als ik hem een keer ergens anders spot waar hij geen knoopjes heeft, dat ik hem dan ga kopen. Toen zag ik ook nog deze zwarte flare broek. En dit is gewoon een soort flare jeans. Hij is van zwart denim. En die leek me ook wel heel tof met dit shirt. Dus dat heb ik ook gelijk even zo aangedaan. Maar ik dacht, oké, ik wil wel echt een andere outfit ervan maken. Dus ik dacht, als ik nou dit arme jasje overheen draag, is het misschien wel heel erg vet. Juist omdat hij wat langer is op dit flared, kan wel een cool effect geven. Dus dat gaan we even bekijken. Ja, best wel leuk. Dit was wel een beetje wat ik hoopte. Ik zou er wel eerder Dr. Martens onder dragen of zo. Maar goed, dit is even wat ik nu bij me heb. Maar qua kleuren en qua model vind ik het wel leuk op deze flare broek. Het is ook geen heftige flare of zo. Dus het is niet too much. Deze broek zit er echt heel lekker. Je kan gewoon dit doen en hij zakt niet af. Ik vind het alleen jammer dat hij niet tot hier komt. Dat had ik iets mooier gevonden. Zeker achter vind ik hem een beetje aan de low waist kant. Dat is wel jammer. We zijn nu in de H&M. En mijn eerste outfit wordt dit rokje. Zo'n soort rokje heb ik thuis aangekocht. Maar dan met het schattige romantische topje. En dan met een blazertje overheen, dacht ik. Ik vind wel een beetje de outfit die ik droeg toen ik 16 was. Maar misschien is het wel weer heel leuk. Who knows? Nou, ik heb de outfit aan. Verschrikkelijk licht hier zeg. Ik ben heel groen. Maar goed.
Anyway, dit is hem. En ja, ik vind geloof ik het topje niet zo leuk met dit jasje werken. Maar goed, ik had hem erbij bedacht, dus hij hoort erbij. Dus vandaar. Verder vind ik op zich het topje wel leuk bij het rokje. En ik had nog als accessoire deze erbij bedacht. Dus die kun je lekker in je haar doen. Dit zijn van die schattige soort van scrunchies met een strikje aan het uiteinde. Maar je kan ze ook om je pols doen, zoals ik deze heb. Ja, wow. Ik vind het een beetje te basic en te duidelijk van één winkel. Heel erg H&M divided vibes van. Niet per se negatief, maar wel als je alles bij elk kledingstuk die vibes krijgt. Dit vind ik toch echt veel leuker. Ik heb nu de scrunchies om mijn pols gedaan. En ik vind het wel een heel schattig blouseje. En leuk met denim. Leuk met mijn gimp ook. Dus ik skip toch maar de blazer. Dan maar iets minder items. Ik hoop dat het zo telt, Sabrina. Ik vind het echt zo leuk om dingetjes bij elkaar te pakken die ik normaal gesproken niet zou pakken. Maar ik ben hier heel erg enthousiast over deze combinatie. Dit rokje met een trui. Eerst wilde ik een hele simpele witte trui pakken. Maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen om deze te passen. Ik vond het wel grappig dat die op de mouwen dan wat die deels heeft. Dus ik moet ook wel vaker denim gaan dragen, want ik vind dit rokje ook wel heel erg leuk. Mijn laatste outfitje van de H&M. Ik heb een afgeknipt spijkerjasje aan. En ik heb eigenlijk een soort van dubbel denim, want dit is een grijze denim trekking. Ik vind grijs altijd wel kunnen met blauw denim. En dan heb ik een soort van haltertopje. Het is niet echt mooi bij de BH die ik nu aan heb. Maar ik vind hem wel cool. Ik zou dit misschien een iets te saaie outfit vinden. Maar ja, misschien met Dr. Martens is het wel vet. Ik paste ook bijna niet in deze broek. Dus het voelt niet alsof dit me heel charmant staat. Maar ik vind het wel een heel cool jasje. Ja, dat vind ik wel nice. Ik ga stuk. Dit is zo niet mij. Maar ik vind het jurkje zo leuk. Ja, ik weet niet wat ik van de combinatie vind van het shirt. Want dit is zo'n vierkant uitgesneden shirt. Dat is niet helemaal mijn ding. Maar het jurkje zelf. Ik denk dat dit wel heel erg leuk is voor in de zomer. Vroeger droeg ik wel eens van die denim tuinbroeken-achtig iets. Dit vind ik toch wel wat schattiger. Ik weet niet, ik voel me weer een soort van klein kind hierin. Maar dan op een positieve manier, want ik vind het wel heel erg cute. De dag is alweer bijna voorbij. We hebben echt de hele middag besteed aan het passen van kleding. Het was echt intens. Ja, en hoe vond jij het gaan? Was het lastig om alleen denim dingen te zoeken? Of nee, denim zag je eigenlijk overal wel. Ja, dat zie ik sowieso vaak, maar vooral nu. Alleen ik had wel soms juist moeite om keuzes te maken daardoor. Dat ik echt dacht, ik moet nu gewoon even één outfit uitzoeken en niet zes denim dingen weten houden. Dus het was eigenlijk best wel lastig omdat er te veel aanbod aan. Ja, tot mijn verbazing. Precies. Tot mijn verbazing heb ik heel veel dingen gepakt die ik normaal gesproken niet zou pakken. Dus dat was een goede experiment voor mezelf. Ik weet niet, had jij dat hoor? Ja, dat had ik ook wel. Want ik had bijvoorbeeld zo'n denim rok waarvan ik dacht, nou, ik weet niet echt hoe of wat. En zo'n buitenuitlopende rok. Was wel leuk om een keer te proberen. Ik vond het geslaagd. Ik denk niet dat er een winnaar of verliezer is, want het was puur een experiment voor jezelf. Om te kijken van, staat het wel of staat het niet. Ja, wat jouw favoriete outfit uiteindelijk of niet? Ik vond mijn outfit met die kettingblouse wel leuk van de Bershka, dus de eerste winkel waar we waren. Maar mijn favoriete outfit was denk ik in de Costes. En dat was die met die denim rok en dat stoere shirtje. Ik weet eigenlijk niet, ik had meerdere waarvan ik wel dacht, oh dit staat wel leuk, maar ik denk toch wel het laatste jurkje die ik bij de H&M aan had. Ik heb het gezien op een foto, die was echt top. En mocht jij een favoriet hebben van Sarah en een favoriet van mij, laat het dan ook wel weten. Ik ben benieuwd. En dan wil ik jou bedanken voor het meedoen in deze video. En tot de volgende keer. Oh ja, op haar kanaal. Ik was helemaal bijna vergeten. Ik ben zo gaar. Op haar kanaal hebben we natuurlijk ook een video staan. Dus mocht je die willen checken, linkje staat in de beschrijving. En tot de volgende keer. Doei!